Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van dinsdag 3 april van Weerplaza. Het was vandaag nogal wisselend. Soms waren er wolkenpartijen. De zon die brak ook af en toe door en verspreid viel een enkele bui. Vanavond hebben we nog te maken met stevige buien, met onweer, hagel en windstoten. De buien trekken in de loop van de avond en nacht geleidelijk aan de weg. Vannacht is het op veel plaatsen droog en de temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden. En de wind die zwakt geleidelijk aan af naar windkracht 3 tot 4 en komt vanuit het zuiden. Morgen is het opnieuw wisselvallig met een paar buien, vooral later in de ochtend en begin van de middag en in de avonduren. Mogelijk weer met hagel en onweer. Maar met 13 tot 15 graden is het nog vrij zacht. Donderdag wordt het hooguit 7 of 8 graden en draait de wind naar het westen. Vrijdag en zaterdag is het weer anders. Met een zuidelijke wind gaat de temperatuur weer omhoog. Het wordt 17 tot 20 graden op de zaterdagmiddag. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.